Vanwege de stille week acties deze week verschoven. Het IMF is medeschuldig aan de hoge wisselkoersen voor buitenlandse valuta. En dreigende overstromingsramp in Suriname veroorzaakt door goudzoekers. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 3 april 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Vanwege de stille week wordt het ultimatum van Alles Platbeweging met een week verschoven. Maïsha Neus, een van de leiders van het verzet, zegt in Star News dat Surinamers rond de paasdagen in bezinning gaan. In die periode is men niet bereid de straat op te gaan voor een protest. Uit respect hiervoor is besloten het ultimatum op te schuiven. Alles Plat had geëist dat de wijziging van de kiesregeling uiterlijk op 31 maart op de agenda van het parlement moest komen. De activisten overhandigden op 24 maart een concept hiervoor van de hand van juriste Jennifer van Dijk Silos aan parlementsvoorzitter Marinus B. Het IMF is medeschuldig aan de hoge wisselkoersen voor buitenlandse valuta. Het fonds had geëist dat de centrale bank minder invloed moest hebben op de ontwikkeling van de koersen. De centrale bank zou met de open marktoperaties, de zogeheten OMO's, toch nog wat greep op de wisselkoers krijgen. Dat is echter niet gelukt, zegt financiënminister Stanley Raghubarsingh. Door deze inschattingsfout van het IMF hebben de banken geprofiteerd van gigantische rentes van meer dan 80% die zij van de centrale bank kregen. De samenleving zit echter opgescheept met de gebakken peren, concludeert Raghubarsingh. Er dreigt een enorme overstromingsramp in Suriname. Goudzoekers graven steeds dichterbij de Afobakka-dam en dat is de dam van het Brokopondo-Stuwmeer. De goudzoekers zijn één van de hulpdammen op reeds een kilometer genaderd. Arnand Jagisser, de directeur van Staatsolie, waarschuwt dat alle dorpen beneden de dam weggevaagd zullen worden als de dam breekt. Staatsolie is de beheerder van de Brokopondo-krachtcentrale. De dam zou door de overheid moeten worden beveiligd, maar terwijl Staatsolie hier met de regering over praat, wordt de integriteit van de dam steeds meer onder druk gezet, zegt Jagisser. Hij is zeer verontrust. Eén kleine fingerhole in de dam en het is gedaan, zegt hij tegen nieuwssite Key News. Staatsolie probeert de goudzoekers met razzia's te verjagen, maar na zo'n actie komen die meteen weer terug. De kleinschalige mijnbouw is bevangen door een goudkoorts. Die wordt gevoed door de stijgende goudprijs. Opportunistische goudzoekers zijn bereid voor snelle rijkdom het leven van duizenden mensen op het spel te zetten. En tot zover regionieuws.tv Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV en nieuws melden, dat kan natuurlijk ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.